Het ontwateringsprobleem van Suriname is groot en er zullen geen brandjes meer worden geblust voor snelle oplossingen. Minister Riad Noor Mohamed van Openbare Werken zegt dat er voortaan alleen duurzame oplossingsmodellen zullen worden toegepast om deze problemen te verhelpen, vooral na hevige regenval. Wat ontwatering betreft gaat iedereen een beetje geduld moeten hebben. Het besluit is wat ontwatering betreft dat ik niet ad hoc meer ga oplossen. Want het is leuk om, ik kan dus 10 miljoen zetten om brandjes te blussen. Daar heb ik mensen tijdelijk blij gemaakt. Dat helpt niet, heb ik gezegd. Het besluit is van het ministerie van OE en ook van mezelf dat we alleen duurzaam bezig gaan zijn. Dat betekent, ik ga jullie uitnodigen, we gaan de eerste pompgemalen duurzaam rehabiliteren. Dat betekent, het wordt helemaal vernieuwd. Op dit moment zijn we bezig met heel wat vernieuwingen en verbouwingen die 10, 15 jaar niet zijn gedaan. Je mag de vakbonden zelf gaan vragen, dat ze zien het met hun eigen ogen. Ze hadden het nooit geloofd. Dus er komen duurzame oplossingen. Ik wil geen boom meer gaan vervangen, want alles is bijna afgezet. U gaat dat zien. Ik ga bij de eerste stage jullie allemaal ook uitnodigen. Dat gaat het traject zijn voor alle districten. De bewindsman zegt verder dat er voorbeelden zijn van duurzame oplossingsmodellen en verwijst naar de aanpak bij het commissariaat van Nikeri dat frequent onder water liep bij regenval. De hevige regens die afgelopen jaar zijn geweest, ze zijn geen millimeter onder water gelopen. Dat is een mooi voorbeeld. Duurzaam. Toch is het nooit gedaan geworden. Nooit. Toch duurzaam. Verder kent u het Saramakka-kanaalproject. Dat heeft 2 jaar nodig voor de uitvoering. Dat gaat meehelpen. Laat me dus zeggen dat, je weet, ik heb het voor jullie ook heel veel oproep gedaan internationaal. Ik heb even ondersteuning gehad. Nederland stuurt een missie. Mijn eerste missie is geweest, tweede missie komt. En de opdracht is dat het project moet uitgevoerd worden. Ik heb geen verhalen nodig. De Japanse missie is gekomen. Ze hebben een opdracht gehad om te kijken wat ze kunnen uitvoeren. We hebben een agreement bereikt. Ontwatering wordt opgelost. En zo gaan we alle buurten die kans geven. De minister zegt dat vooral het zusterproject en het Maretret-project aandacht zullen krijgen van het ministerie. In die projecten kan er een makkelijke oplossing komen die binnenkort zal worden bekendgemaakt.